Shortcut Fight News, vandaag bij Sportcentrum Kops. Kopsje met de enige echte Bert Kops. Hallo Bert. Hallo. Leuk om hier te zijn. Bert, wat voor soort lessen worden hier gegeven? Wat hier in de taal, de sportschool wordt gegeven voor lessen? Nou, om te beginnen, we hebben hier bokstrainingen. We hebben kickbokslessen. We hebben MMA training. We hebben natuurlijk worsteltrainingen. We hebben gewoon fitness, we hebben een sauna, conditietrainingen. Ja, te veel om op te noemen eigenlijk. En jullie hebben ook jeugdteam, hè? Kids? Ook nog, ja. We hebben ook Kops Kids. Daar gaan we volgende week weer mee beginnen. Ik weet niet wie dit uitgezonden wordt, maar we zijn waarschijnlijk al begonnen. En dan hebben we ook twee keer per week en dan heb ik toch zeker 60, 70 kinderen op een middag. Ik zag inderdaad foto's. Ja, dat is behoorlijk, ja. Dus waar wil je heen met die kids? Nou, ik wil gewoon die kids op een leuke en sportieve manier de sport leren kennen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor jeugd tegenwoordig om een vechtsport te gaan doen. Dat is alleen maar beter naarmate ze groter worden. En dat is alleen maar voor hun zelfvertrouwen heel goed. Ik praat vanuit mezelf. Als jong jongetje ben ik gaan worstelen. Mijn vader, ja, en ik was als jong jongetje de sterkste van de school en de klas. En, ja, ik was een stoerste. Dat gaf me toch een bepaald soort zelfvertrouwen. En dat staat je toch sterk in het leven. Pa, Kop senior? Mijn pa, Kop senior, kan het beter. Hij heeft heel veel operaties gehad aan zijn heup en aan zijn been. En hij heeft best wel veel pijn elke dag. En, maar met krukken. Maar... Houden jullie nog een beetje bezig? Ja, ja, ja. Hij probeert drie keer per week in de sportschool te zijn. Dan gaat hij toch een beetje boven liggen trainen. Jawel. Netjes. Ja, dat doet hij wel. Heb jij toevallig nog nieuwtjes over Hesley Gerkes, een partij bij Bellator MMA? Het schijnt dat hij een partij gaat krijgen, Hesley. Alleen we weten nog niet tegen wie, dat is nog niet bekend. En, ja. Maar ja, die partij gaat er wel komen? Ik neem aan van wel. Hij staat onder contract bij Bellator. Hij heeft aangegeven dat hij een partij gaat krijgen, dus ik neem aan dat heel binnenkort de tegenstander bekendgemaakt gaat worden. En ik hoop dat het goed gaat, Hesley. Ja, vandaag was Timo Sassi sparring, daar komen ze uit heel Nederland vandaan eigenlijk. Op dat moment is iedereen van Team Kops. We zijn één team, Team Kops. Maar Thomas Bridgewater, Levi Richters, Gegard Mousasi, Melvin van Zuidam, Joey Berkenbos. Ga zo maar door, er lopen zoveel goede jongens die echt van Kops vandaan komen. Ja, dat zijn mijn columns in natuurlijk. Ja, is perfect. Fight Network Magazine, de voormalige Ringsport Magazine. Ja, nou, dit zijn deze. Ik heb een paar oudjes meegenomen. En dit was een geweldig mooi blad. Die verscheen maandelijks. En ik heb de eer gehad om 14 jaar lang elke maand een column te schrijven erin. Ik kan er wel eentje pakken. En kijk. Ga ik straks de nieuwe weer bij. Ik was natuurlijk al, ik had mijn column, elke maand weer, 14 jaar lang, inclusief een heleboel foto's. En ja, dat is, tuurlijk, perfect. Ik zeg altijd maar, degene die schrijft, die blijft. Dus nou, het is belangrijk om wat van je te laten horen. Je bent gauw vergeten, hier ook weer. Dat was ook mijn columnpje weer. Oh, dus jij schreef alleen columns? Ik schrijf columns. Ik dacht dat jij de eigenaar was. Van nee. Dat denkt iedereen volgens mij. Nee, maar dat denkt iedereen. Maar dat dus. En dat is fight. En op dit moment hebben we de Fighting Network Magazine. Dat is de nieuwe. Dat is een nieuwe blad. En heel veel mensen denken dat ik de eigenaar ben van het blad. Omdat ik wederom... OG. Met mijn eigen column erin staan. Het is elke keer weer prijs. Maar jij bent dus niet de eigenaar. Ik ben geen eigenaar. Ook niet van die... Ook niet van de Ringsport. Ja, dat dachten wij dus. Ik ben gewoon Bertje Kops, Sportcentrum Kops, Wees Bezijden. Maar die staat gewoon in alle boekjes, is op elke camera te zien gewoon. Oké, helder. Bert, hoe lang bestond die oude? De Ringsport Magazine, ik denk dat die een jaartje of 17, 18 bestaan heeft. Toch een hele tijd, dat was heel en maandelijks. Dus het is een hele opgave om zo'n boekje in elkaar te zetten elke maand weer. Dat is een hele klus. Die heeft zo lang 70 jaar en die nieuwe die is een en jaar? En die nieuwe die bestaat volgens mij iets van een bijna een jaar.
Ja, gaat ook wel bijna een jaar. Wie zit het in het team van... Fighting Network. De grote kracht daarachter is Milko Lambrechts van Rings. Klopt, ja. En dat is ik eigenlijk dacht dat jullie dat samen deden. Nee. Nou, heel veel mensen denken dat. Maar van Rings. Hij organiseert al de Ringsgala's. En was ook een medewerker van de oude Ringsports Magazine. En hij is eigenlijk de bedenker van Fighting Network. Oké. En dat vond ik wel leuk. Ze hebben Ringsports bestond eigenlijk uit heel veel columnisten. En toen hebben ze in de Fighting Network... Schrijver en is de host. Host, schrijver inderdaad. En Joop Kasteel en nog een aantal mensen. Mike Passanier op een gegeven moment. En er waren een heleboel mensen. Schrijft hij ook nu mee in die nieuwe? Nee. Of niet? Okay. Uiteindelijk hebben ze mij als enige erin gelaten van de vechters. Maar ik zie nu dat ze de laatste tijd toch alweer meer columns erin zetten alweer. Okay, ja, het verschil eigenlijk is dat ze iets minder columns doen eigenlijk. Maar ja. Dus over het algemeen is het wel... Ik moet je zeggen, ik vond die Ringsports ook geweldig. Ja, maar dat wou ik net zeggen. Dat was echt, nostalgisch natuurlijk. Ja, hè? Echt een heel mooi blad. En, ja. Maar ja, die Fighting Network qua layout is nog mooier. Het is moderner, hè? Wat moderner en schitterend boekje gewoon. En ook geweldige onderwerpen erin ook. Veel info in, hè? Heel veel info. En er wordt echt goed over nagedacht door die redactie. De Fighting Network is in alle grote boekenzaken te koop. De ACO's, de Bruna's, Schiphol. Echte grote professionele sigarenwinkels hebben dat eigenlijk. Ik wou net zeggen, want je ziet ze niet overal liggen. Nee, maar echte professionele en de goede die hebben we wel. Is dat online te bestellen? Zeker weten, online. En het mooiste is, je kan je eigenlijk op abonneren ook. En dat is nog mooier. En voor €35 heb je een jaar lang... Het boekje in de bus. Ik bedoel, waar wacht je op? Online kun je gewoon bestellen. Het is een dingetje invullen, klikken en dan heb je hem. En dan kunnen ook online ook een abonnement. Ja. Toppie. Nee, dat gaan we doen. Kun jij in het vragen of ze in het midden een zo'n soort pin-up poster kunnen doen elke maand van een bekende vechter? Oh ja, oh, dat kan ik wel vragen. Dat is wel een leuk idee, hoor. Dat ga ik eens doorgeven naar de redactie. Ja, aan Milko. Bert, je hebt heel veel media-aandacht gehad. Ja. Te veel? Nee, het is, ik heb heel veel aandacht gehad, media-aandacht gehad. Maar het is allemaal heel positieve aandacht geweest. Het ging, de sport ten goede kwam het. De mensen konden zien dat toch heel normale mensen eigenlijk die sport beoefenen. En op een heel leuke manier gaat eigenlijk. En ik heb zoveel leuke reacties erop gehad. Nou, jij gaat nog wel even door. Ja, wij krijgen geen genoeg van je, dus wat dat betreft... Nee, leuk om te horen. Nee, we gaan nog even door hiermee en dat gaat perfect en dat komt de sportschool te goede. Dat komt eigenlijk de hele sport te goede. Want je had eerst je show met Eten met Bert. Ja, deed jij interviews? Ja, ging ik interviews doen. Eten met Bert ging allemaal topvechters interviewen. Voornamelijk die in Bellator vochten. Melvin Manhoef, Gerrit Mousasi, Jorine Baars, Denise Kielos... Hesdy Gerges, Costello van Steenis. En ik heb als laatste Nicky Holske geïnterviewd. Maar daarvoor was nog Team Kops, de documentaire Team Kops. Daar komen nog meer dingetjes aan. Krijgt dat nog een volg, Eten met Bert? Eten met Bert? Nou, ze zijn een nieuw concept aan het verzinnen weer. Dus er komt weer wat nieuws aan. Want ik zie je nu bij Vechtersbazen, wekelijks tips. Ja, de Vechtersbaas zit er ook elke week. En dan geef ik de vooruitzichten van het komende evenement van de UFC of een groot gala of een Nederlands in het gevechten. Of ik blik terug op het afgelopen weekend van belangrijke gevechten. Is goed. Dus je kijkt vooruit en terug op evenementen. Ja. Okay. Komt het nog op Spike TV, denk je? Ja, het komt op Spike TV. Het wordt nu online uitgezonden via YouTube. Maar ze gaan binnenkort ook op tv uitzenden. Vechtersbaas. Ja. En dan met je... Bertje Beuken erin of zoiets. Bertje Vlochten erin. Of leuk. Bertje Beuken erin. Zoiets is het. Zoiets, ik weet het ook niet. Okay, nou ja, in ieder geval. We gaan dat in de gaten blijven houden. Even een andere vraag. Waarom lukt het Nederland niet om lokale MMA-gala's op de kaart te zetten, ondanks dat hier wel talent is? Moeilijk. MMA-partijen zijn moeilijk te vinden in Nederland inderdaad. Er zijn een aantal mensen die het doen. Jammer, heel jammer. Het is ons toch wel heel populair in Nederland, MMA. Mede dankzij Mousasi natuurlijk en Alistair, die toppers die we hebben in Nederland.
Maar op de een of andere manier willen de Galas niet echt van de grond komen. En dat vind ik ontzettend jammer, want die jongens krijgen niet de kans om een goede record op te bouwen hier in Nederland. Want de WFL is ook niet echt consequent actief meer? Nee. Die organiseerden wat en dan wordt het weer afgelast. En... Wat vind je van het nieuwe Fusion MMA systeem? Dat is nieuw hoor. Ja, hè? Dat is iets met... Nieuwe regels, aangepaste regels. Nee, ja, ben ik niet zo gek op. De Women Division hebben MMA, ze wel. MMA. En het moet gewoon unified rules hebben. En dat betekent over de hele wereld dezelfde regels. En ik ben ervan overtuigd dat je in Nederland bepaalde galas de elleboog eruit kan halen. Dat kan wel, maar ik vind je moet niet te veel gaan veranderen aan die regels. Bert, zou jij zelf interesse hebben om hier een MMA-gala op te zetten in Nederland met al jouw contacten en... Ik heb het wel over gehad. We zijn er wel over aan nadenken. En misschien gaat het wel gebeuren in de toekomst. Moet wel, want er is er is iemand die op moet staan die het gaat doen. En jij bent echt, denk ik, de aangewezen persoon ervoor. Dus daar hou je ons even op de hoogte als dat gaat gebeuren. Ja, zeker weten. Mag ik het weten. Aankomende partijen? Nou ja, Musashi vecht 28 september in Los Angeles tegen Machida. Dat is natuurlijk, daar kijken wij het meeste naar uit. Dat is echt de belangrijkste partij voor ons. Ja, er komen nog zoveel dingen aan weer. En, waar hou je in de gaten? Ik heb mij best volg op Facebook, op Instagram, via de website. Ja, ik ben toch wel actief. Gewoon lekker makkelijk kopsen, ja. Bert kopsen. Ja. En nou ja, bedankt voor het interview in ieder geval. En succes met alles wat je doet. En we blijven je natuurlijk volgen. Dankjewel. Roes. En dan komt hij weer. Tada! Tik, 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 tik. Maar drie tikken bed.